Als de prijs van een brood met 13% gestegen is in 1 jaar tijd, waarom zou jij je tarieven dan ook niet laten stijgen? Misschien vraag je je af hoe je dit moet doen, met hoeveel je je tarieven moet laten stijgen en hoe je dit moet communiceren naar je klanten toe. Wel, in deze video vertellen we je er meer over. Wanneer moet je je tarieven verhogen? Je hebt ervaring en vaardigheden opgedaan. Je gepercipieerde waarde is toegenomen. Daarmee bedoel ik de waarde die je klant hecht aan jouw product of jouw dienst. Je hebt een speciale relatie opgebouwd met je klant. De kosten voor levensonderhoud zijn gestegen. Of je hebt de fout gemaakt om je tarieven te laag vast te stellen toen je begon als freelancer. Dit is trouwens heel vaak het geval bij beginnende freelancers. Pas in dit geval op dat je je tarieven niet plotseling heel erg verhoogt, maar doe dit altijd geleidelijk aan. Waarom is het verstandig om je tarieven te verhogen? Het verhoogt je geloofwaardigheid. Het verhogen van je tarieven schrikt niet per se klanten af. Integendeel, het toont je waarde die jij geeft aan je diensten of product. Dit is je toegevoegde waarde. Je bepaalt zelf je grenzen. Als freelancer ben je je eigen baas en bepaal je zelf de voorwaarden waaronder jij wilt samenwerken. Maar hoe verhoog je nu je tarieven? Hier zijn een paar regels die jij kan volgen. Bestudeer de markt waarin jij werkt als freelancer om je te kunnen positioneren tussen soortgelijke freelancers. Als je aanbod niet veranderd is, baseer je dan op de inflatie. Dit is doorgaans 2-4% per jaar. Als je aanbod wel sterk veranderd is, door bijvoorbeeld een opleiding die je hebt gedaan of nieuwe vaardigheden die je hebt geleerd, dan kan je je tarieven herzien met 5-20%. Maar onthoud, doe dit steeds geleidelijk aan. Hoe kondig je een tariefverhoging aan je klanten? Als je een contract sluit met je klanten, neem dan altijd een clausule omtrent prijsherziening op in je algemene voorwaarden. Zorg er dus voor dat je klanten weten dat je tarieven kunnen stijgen in de loop der tijd. Bied je klanten altijd een opzegtermijn aan. Informeer hen over je nieuwe tarieven en laat hen weten wanneer deze van kracht gaan. Verantwoord jezelf niet te veel. Je kunt de redenen van je prijsverhoging uitleggen, maar dat ben je niet verplicht. Vergeet niet dat het inhuren van freelancers een luxe is. Klanten voegen op deze manier een persoon toe aan hun team die gepassioneerd is door zijn of haar werk, sterke vaardigheden heeft en ervaren is in zijn of haar domein, zonder de verplichting van een werknemerscontract. Zorg er dus voor dat je tarieven je waarde weerspiegelen en hou ze altijd up-to-date. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer.